Welkom terug bij een nieuwe video hier op dit. Dat is zo'n ongelofelijke 2015 intro. Fuck de intro. Ik ga gewoon beginnen. Wij hebben een 100k pack vrijgespeeld. Omdat wij door de afgelopen Weekend League en de potten die ik voor Weekend League moest doen. En de Matteo Darmian die we hebben unlocked. Op deze game nu 250 doelpunten hebben gescoord. Er zijn mensen die deze altijd vanaf het begin van FIFA proberen te unlocken. Sterker nog, direct proberen te unlocken. Iedereen doet het vanaf het begin. Maar direct door tegen een vriend, tegen squad battles op amateur, semi-prof, wat dan ook. 250 doelpunten scoren zo snel mogelijk. Dus dat je 5 potjes met 50-0 wint. Ik zie het niet zo snel gebeuren. 50-0. Maar er zijn mensen die het doen. Dan hebben we straks ook de Fish & Rival Rewards van Divisie 4. En ik ga nieuwe spits kopen, want Erling Haaland. Oeh, dit is een speciale kaart. Zal het dan ook de Spanjaard zijn? Dit is Pedro. Die is helemaal geen drol waard. Telt het als walkout, want er kan nog iets achter zitten? Nee. Shit. Een ongelofelijke zaadpack. Bro, brietjes. Dit is slecht. En wat we ook bijna unlocked hebben, is deze. De 83 plus keer 10 pack. Zullen misschien ook wel Pedro uitkrijgen. Die gaan we ook openen. Maar daarvoor heb ik nog 1000 XP nodig. Dus dat ga ik nu behalen. Oei, oei, oei. Gaan we het weer doen? Ik denk het wel. Play Ultimate Team Champs. Enter. Redeem Finals Entry. Boom. We hebben een nieuw team gemaakt. Dit team kost best veel munten. Het geluk dat we heel veel spelers een tradable hebben gepakt. Maar we hebben ook best wel wat betaald voor sommige andere spelers. 100.000 munten voor een linksachter. Beetje overdreven als je het mij vraagt. Ook Bellingham, die vorige week een Team of the Week had, daardoor niet in pack zat. En nu waarschijnlijk weer een promokaartje gaat krijgen. Hebben we veel voor betaald. 114.000 munten. Hij heeft de Relentless Plus playstyle. En dat is een glitch. Hij heeft na elke aftrap volledige fitness. Volledige stamina. Eerste helft. Loopt een beetje leeg. Bam. Rust. Vol balkie. Na 90 minuten nog steeds vol balkie als je naar de verlenging gaat. Dit is een overpowered playstyle. Saliba die heeft weinig playstyle plus dingen. Ik vind hem niet zo heel goed. Terwijl die wel 50k kostte. Ik vond Kim Min-jae een stuk beter van Bayern. Maar die is goedkoper omdat hij lastiger te linken is. Want de Bundesliga heeft niet heel veel hele goede kaarten. Alaba hadden we een tradable gepakt. Is wel oké. Maar je merkt ook wel dat hij gewoon niet zo heel sterk is. Griezmann. Die is top. Helemaal top. Ik ga het gewoon laten zien in een potje. En dan hoop ik dat als wij straks klaar zijn met het potje. Tenminste, ik weet wel zeker dat we klaar zijn na het potje. Want dat is gewoon het volgende wat ik ga laten zien. Er een goede promo is. En bij die pakketjes die we hebben unlocked. Die 83 keer 20 keer 10. 83 keer 10 pack. Dat we die gaan openen en iets goeds packen. En ik ga misschien alweer een heftige beslissing maken rondom dit team. Wat ik merk met dit team. Ten opzichte van het team dat ik hiervoor had. Dat een stuk goedkoper was. Is dat ik nog steeds de meeste doelpunten. En het maakt echt niet uit met welk team je speelt. Zolang je dat doet. De meeste doelpunten tegenkrijg. Omdat ik fouten maak. Omdat ik verkeerd uitverdedig. Omdat ik niet zit op te letten. Noem het maar op. Dus is het wel verstandig. Dit is een mooie hoor. Diani. Dit is een hele mooie. Is het wel verstandig dat ik met zo'n goed team ga spelen? Kan ik niet gewoon beter een goedkoop team hebben? De munten besparen. Geen verlies maken op spelers die misschien gaan dalen. Want het tempo waarop EA promo's released. Dure kaarten, veel packs. Het is grandioos. Kan er veel content mee maken. Dus complimenten daarvoor. Maar voor de prijzen van spelers is het niet heel positief. Vorige week gingen wij 14-3. Dan zouden we dus nog 3 wedstrijden kunnen verliezen om dezelfde rewards te halen. Dan zouden we 14-6 kunnen gaan. Ik denk dat ik dit team er helemaal niet voor nodig heb. Of tenminste, dit team, het grootste gedeelte van de spelers. Zoals bijvoorbeeld Son, Diani, Nien, Scorda, Salah en Alisson. Heb ik untradable. Ik denk dat ik die dure spelers van 100.000 munten gewoon niet nodig heb voor dat resultaat. Ik weet nog niet welke formatie ik het fijnst vind. Ik weet nog niet welke instructies ik het fijnst vind. Ik weet nog niet welke playstyles ik het fijnst vind. Jullie merken al, ik ben mezelf erg aan het overtuigen om gewoon dit team te dumpen. Diani, boom. Ah, ik schoot niet hard genoeg of heb bewoog de keeper. Een beetje de rode draad. Van deze video's. Ik die elke keer mezelf verslik in mensen die hun keeper uitbrengen. Ik beschik met mijn leeftijd gewoon niet meer over de reacties om op tijd te reageren of iemand zijn keeper uitbrengt, ja of nee. Kijk, dit is dan gewoon goed van Alaba. Daar is hij snel genoeg voor. En blijkbaar ook sterk genoeg voor, maar het is wel gewoon zo'n geüpgrade, zo'n vieze Ansu Fati. Voorzet. Diani. Oh! Griezmann. Dit bedoel ik. Die paas, nou dat lag niet eens aan mij. Die paas, die gaat... Terwijl ik hem niet hard indruk. F in de replay. Niet op Griezmann, die paas. Ik weet niet waar die man naartoe ging. Maar niet naar Griezmann. Of was het andersom? Hij ging in ieder geval niet naar de speler die ik bedoelde, maar naar de speler die daarachter stond. Het maakt dan niet uit of ik een dure speler heb, ja dan te nee. Als ik zelf niet kan pasen blijkbaar, of het spel het voor mij niet goed wil doen, kan ik net zo goed een zilveren kaart er neerzetten. Goed zo. Diani, die keeper bewoog weer. Hij bewoog weer zijn keeper. Ik druk op schieten, want ik denk die hoek ligt open en dan duurt het gewoon te lang en dom. Vorige weer zijn keeper, uit de draai. Ah joh. Wederom
doe ik helemaal zelf fout. En waarom dat fout gaat, weet ik ook precies. In de eerste instantie wil ik naar iemand anders pasen. En dan heb ik dat in mijn hoofd. Dan gaat het niet goed. En dan kan ik gewoon niet op tijd reageren met... Ah, oké, het gaat me niet naar de persoon die ik wil. Stel, ik pas nu naar mijn back en dan gaat naar mijn CDM. Denk ik op dat moment alleen maar de stap vooruit die ik al in mijn hoofd had voor mijn CDM. En die wil ik dan nog steeds uitvoeren als een soort error in mijn hoofd. Oei. Oei, oei, oei. Hatsakadee. Die zit erin. Het was niet eens precies weer de goede hoek gekozen voor mij. Ik denk, ik ga nu gewoon kort, want hij beweegt de keeper wel. Maar prima. Marco. Antoine. Diani. Ho. Diani. Boom. Let's go, Diani. Zij is mijn superster. Mijn rockster. Zij is mijn best vriend. En die hangt ook niet. Oeh. Weet je wat ik veel tegenkrijg? En dat is wel echt gewoon mijn eigen schuld. Ik probeer heel veel schoten te blokken. Oeh. En dan druk ik op tackelen. En dan schiet de tegenstander. En dan gaat die bal mis. Of die wordt gered door mijn keeper. Heb ik al op tackelen gedrukt? Geef ik een penalty weg. Nou, dat is een gezeik zeg. Oh, dat was even dansen. Boom. David! David Alaba! Dat dacht ik wel, ja. Dat dacht ik wel, ja. Ik zou ook loesoe zijn naar zo'n doelpunt. Boom. Oh. Hij gaat dan niet weg. Wat gaat hij nu dan? Hij is wel weg. Dikke bok door. En dan denk ik dus... ik ga zoveel verlies maken op deze kaart als ik hem koop. Ah, boeien. En dan denk ik dus dat als ik niet Bellingham... maar Bruno Fernandes, die we een tradable hebben gepakt. Mairi, met wie we de eerste weekend die hebben gespeeld, hebben we inzetten. Kimpembe, die we een tradable hebben gepakt. Ruben Dias, die we een tradable hebben gepakt. Klaus, die ik net heb gekocht, wat misschien een domme move was. Want zijn minimumprijs is 20k en daarvoor verkoopt hij niet. Dus ik ga nu sowieso verlies maken op het moment dat die prijsranges worden aangepast. Maar goed, we zetten hem erin. En Nuno Mendes, dat als ik die kaarten erin zet, die mij bij elkaar 25k hebben gekost. Trouwens, Griezmann moet ook weg. Colo Muani moet erin. Dat ik het niet eens zo gek veel slechter ga doen. Ruben Dias is wel een probleem trouwens. Daar ga ik niet lang mee spelen, maar dat is voor nu even. Dan gaan we de derde wedstrijd. Kijken of dit team goed genoeg is. En als ze goed genoeg zijn, tegen een best wel leuk Bundesliga team. Dan vliegt het andere team eruit. Gaan ze weg. Die Colo Muani, dat is ook al echt vanaf het begin een super sub. Omdat ik hem niet in het team kon krijgen. Als je naar zijn stats kijkt, die dan een beetje boost met een chemistry stijl. Dan heeft hij helemaal niet zo'n heel gek kaartje, hoor. Daar gaan we. En die gaat chippen. En dan komt Alisson nog op tijd. En die slijt hem bijna het eigen doel in. Oei. Schat ik even verkeerd in. Dan gaat hij eventjes met dribbelen gewoon erlangs. Ligt niet aan de verdediger. Ligt gewoon aan het feit dat ik niet kan verdedigen. Zoals nu de bal normaal weg kan werken. Hoe? Ah. Oh ja. Paast de bal weer verkeerd uit. Onderschep hem dan. Pff. Jongen, wat is het nou? Ah joh. Ah, pasen is gewoon zo wisselend. En ik weet niet of het te maken heeft met de playstyles van mensen. Maar de ene keer gaat het zo snel. En de andere keer gaat het zo langzaam. Kom op. Oeh. Ja, Diani, let's go. 1-0. Ook een doelpunt omdat een tegenstander een fout maakt. Niet per se omdat ik er echt heel goed doorheen voetbal. Maar daar moeten we misschien maar gewoon vrede mee hebben. Ja, ja, ja. Oeh. Keepertje bewogen. Oh, nee. Geen penalty weggeven. Ah, ik geef geen penalty weg. De game doet dat, want de keeper komt uit. Yusu, rechterkruising. We hebben hem. Ik ben zo goed aan het opletten om geen penalty weg te geven. Ja, Diani. Dat is echt een kampioen. Ah, niet een kampioen afmaken. Normaal wel, maar die keeper kwam uit. Boom. Hangen. Let's go. Goeie corner variant. Er is inmiddels trouwens een eerste patch gekomen van EA. Ik kan nog steeds niet timeshooten. Tenminste, kan wel. Maar dan moet ik dat elke keer, bij elke game, bij elk moment aanzetten. Handmatig via pauze. Kijk, er staan er dan 3 man. En ik weet dat die 71 druk tactiek is. Oh, dit is goed zeg. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Bij het spel. Ah, zuur. Maar Nuno Mendes stoomt er gewoon op. Daar heb ik Ferland Mendy helemaal niet voor nodig. En het verschil is zijn 100.000 munten. Nu ik eraan denk, ik weet ook niet of dit allemaal goed staat. Ik heb me er een keer in verdiept, maar ik wil ook tactical defending. Dat wil ik. Ik wil hem niet wat andere. Colo Muani. Diani. Mist hem. Om Diani te vergelijken aan jullie, ga ik de oude FIFA-spelers eraan herinneren dat Doumbia ooit bestond.
Hij bestaat nog steeds. Volgens mij is hij niet overleden. Maar ooit een kaart had op Ultimate Team op FIFA. Zo speelt zij een beetje. Snel, behendig, sterk op een of andere manier. Kan goed schieten. Echt één van mijn favoriete kaarten dit jaar. Ik druk weer niet op tackelen. Ik druk weer helemaal nergens op. Hij loopt er alleen tegenaan. Gaat door het midden nu, want hij miste er net één. Of hij gaat weer naar rechtsboven. Spelen wisselen, even doen alsof je een kant gaat kiezen en dan schiet je door het midden. Nou, hij ging weer rechtsboven. Kijk, op een moment dat je gewoon tegen iemand aanloopt en dat contact hebt en dat een penalty is, dan gaat het een heel lastig spelletje worden. Dit is een goede bal, zeg. En dit is een mooie afmaak. Een mooie afmaak. Ik kan Nederlands. Een mooie finish. Een mooie afmaak. Jeroentje van 5 voetbal kijkt. Papa, dat was een mooie afmaak. Ja, zeker jongen. Ik wil trouwens nog rectificeren dat 2 video's geleden ik begon over inktvisseringen. En dat ik daarom geen... Of over octopussen. En dat ik daarom geen inktvisseringen meer eet. Ja. Ik weet niet wat daar precies fout is gegaan, jongens. Maar de naam inktvisringen zegt al dat het van inktvis gemaakt is en niet van octopus. Ik had gewoon echt een complete error in mijn hoofd. Dan moet ik zeggen dat inktvisringen en octopus voor mij echt gewoon één pot nat is. Dus als octopussen hele slimme, intelligente beesten zijn, dan denk ik dat ik ben helemaal kwijt wat ik wilde zeggen. Ik heb een absence. Verwarde spraak, ik voel mijn linkerarm niet meer. Dit is een zaag. Hij geeft er ook van. Ja. Die Klausie is misschien wel eens een miskopie. Maar goed, daar zitten we nu aan vast. Ik kan het niet meer verkopen. Kunnen we weer zo'n powershot doen. Boom! Alleen Alaba kan dat blijkbaar. Oh. Ja, ik durf niks meer te doen. Want dan geef ik een penalty weg namelijk. En nu raakte ik hem ook aan. Hier, ik had hem. Maakte hem niet uit. Nou zal het vast wel een vrij sterke speler zijn. Als ik zo zijn lichaamsbouw zie. Maar... aangezien hij een mannetje minder heeft, net de pauze drukte en waarschijnlijk heel veel druk gaat zetten, gaan wij sowieso nog een tegendoelpunt krijgen. Ja. Oh nee. En nu stapt mijn team een beetje door, denk ik. Zagen. Foute keus. Roel voetbal dit alsjeblieft gewoon normaal uit. Floep, 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 floep. Boom! We hebben hem. 4-2. Ging niet eens heel veel slechter. Kolo Muani is iets minder goed dan Griezmann. Maar ja, dat is ook een verschil van 80k. Ik ga deze spelers nu allemaal verkopen. En dan ga ik wachten tot het 7 uur is. En een nieuwe promo uitkomt. En dan gaan we die pack openen. De Trailblazers zijn er. Dat zijn kaarten die in het echt een heel goed seizoen hebben tot nu toe. Daar hebben we wat wedstrijden voor gespeeld. Wat pakketjes voor. En die MOP, die gaat natuurlijk gewoon in een van die pakketjes zitten. Zo doen we dat. Ik denk dat de grootste banger deze 83 plus keer 10 is. Dus die gaan we als laatst openen. Zoals altijd. We hebben alle spelers verkocht. Is dit een vrouw van Real Madrid die ik niet ken. Ik zat te denken, hè, Schotland, wat? We hebben spelers verkocht die we wilden verkopen. En ik neig, en dan moeten jullie mij in de reacties achterlaten, naar het kopen van 1 speler voor het aantal munten dat we hebben. Een icon, een hero, een speciale kaart. Deze club heet Madrid CFF. Dus je hebt in Madrid bij de vrouwencompetitie heb je Real Madrid vrouwen, Atletico Madrid vrouwen en Madrid CFF. Dit zijn er heel wat. Een rare megapack. Bernardo Silva. Is een walkoutje. Is helemaal keurig. Het is volgens mij geen dubbele walkout. Want dan zouden die statistieken er gelijk moeten staan, toch? Hey, Davinson Sanchez erbij. Bounou is 85 rated. Zolang we maar niet dubbel krijgen. Want volgens mij zijn er niet heel veel goede SPC's op dit moment. Volgende rare mega pack. Die van Barcelona. Nee, Merino. Die hebben wij ingeleverd, denk ik. Ja. Laatste rare mega pack. En dan gaan we over naar pakketjes met alleen maar spelers erin. Engels, CDM is Kelvin... Nee. Rice. Of een vrouw. Declan Rice. 5 spelers hoger dan 80. Geen idee. Volgende 5 keer 80 of hoger. Jayco. Sluwe Vos. Er zitten wel allemaal 83 rated spelers in. Alleen ik krijg alleen mijn untradable packs. Dus alle spelers die ik in mijn club heb zijn ook gewoon untradable. 83 keer 2 en 83 keer 10. Kom op. Spaans is niet goed. Sergio Busquets. Ay no. En dan deze. De 83 keer 10. Laat er een walkout in zitten. Duimpje omhoog zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je het niet hebt gedaan. Hou op met me. Is dit het hoogste uit 10 keer 83 spelers? Ik word genaaid. We zijn genaaid.